Welkom bij de podcast De Ondernemer van de Week. Een hele goede dag wederom bij de podcast van de week. Maar we hebben een terugblik, want we hebben uh, niet een nieuwe podcast, niet een nieuwe Ondernemer van de Week. Maar we gaan even evalueren van de afgelopen dertien ondernemers die uh, afgelopen weken voorbij zijn geweest. En uh, een van de uh, producenten uh, heb ik aan tafel, dat is Dennis. Ja, een hele goede dag Dennis. Ik ben natuurlijk nummer, nummer 12 ook. Dus nummer 12. Ja, ja dus ik ben, ik ben net geweest en dan ja, ga ik weer. Dan mag je weer, ja. ja. Hé, hey, uh, we zijn begonnen met Ronny Obing van Fit20. Ja. Uh, en dat is het wel heel mooi, want uh, we hebben een aantal ondernemers gevraagd, waaronder Ron ook, van hé, hey, hoe is je ervaring? Ja. Uh, hij heeft best wel er, veel goede reacties gekregen. Maar het was mooi, jij bent daar een filmer geweest en, en maar jij sport daar nu ook. Ja. met je vader ja ik heb uh, samen met mijn vader heb ik uh, daar uh, besloten om als een duo te gaan sporten bij ja. 20 ja. want dat dat levert toch nog even nou ja vooral mijn vader die is ondertussen bijna 60 dus ja. dat uh, is voor hem was het een uh, ding om toch weer wat in beweging te komen ja. En ja, ik, ik zag dat daar tijdens het filmen. Ik denk, dit is wat voor papa. Dus nee. ja, ik sprak jouw vader ook. Hè, want uh, onze jongens die zijn met voetbal en zijn ze kampioen geworden. En uh, ja. wij hebben een beker laten maken bij uh, Nou ja, je weet het, dat ja, kan hij als de Jas. geen de, ander de koper, dan. Jan. Ja. En de koper, Jan. De, en een mooie voetbalbeker. En, uh, en dan vroeg ik, ik zo: hoe gaat het met je, Jan? Hoe gaat het met 20 En toen zei die Bert wil je een eerlijk antwoord. Ik denk, oeh, ja, <laughs> toch maar wel. Weet ja. je wel. Hij zei: heerlijk. Ik vind het heerlijk. Echt. Ja. Nou. Dus dat is uh, mooi om te horen. Ja, nou, het is ook de, de trainers daar. Uh, we, we hebben dan Alex als trainer. Maar die. Uh, het is ook heel enthousiast. En uh, ook gewoon. Uh, nou, je bent daar. Je bent, ook, je bent wel aan het sporten. Maar je bent ook gewoon met hem wat aan het dollen. En, uh, ja, ja, ja. Nou ja, uh, we zijn nu bijna op het punt dat we drie maanden verder zijn. Vier maanden, dat, we, dat we daadwerkelijk. Dan krijg je zo'n zo voortgangsgrafiek. Nou ja, we ja. weten natuurlijk iedere week dat hij zwaarder wordt. Maar we gaan daadwerkelijk ook het voortgangsgrafiekje zien. En het grappige is. Ik heb natuurlijk voor de, de YouTube kant, heb ik iedere sessie van papa gefilmd. Ja. En, uh, en waar dan kunnen ik... we dat op volgen dan? Dat of komt op, dat op, op Dit is Dennis gaat dat komen. En oh, dan dat gaan komt, we die, daar daar komt daar nog op. Oh, dan oh, ga ja, ik één grote video maken van wat heb je er nou eigenlijk aan gehad. Ja. En, uh, het, het voordeel van, zeg maar. Ja. En een andere kant van de Fit20 is ook wel weer grappig. Voor het, het Kei Studio gedeelte ja. hebben we inmiddels ook voor Fit20 als grote organisatie hebben we ook al een aantal opdrachten gedaan. Ja, dus voor Fit20 eh, ja, Nederland zelf. Voor Fit20 ja. Nederland zelf. voor de kijkers en de luisteraars. is een franchise. Organisatie ja. met een ja. hoofdkantoor en met allemaal franchise-nemers. En Ron is een van de franchise-nemers ja. die 1, 2, 3 vestigingen heeft Ja, geloven. hij heeft nu 3 vestigingen en, hij, is, uh, Haren en twee in hij Hij was een van de eerste die erbij kwam. Ja. En inmiddels zitten ze op, op bijna 200 vestigingen of zo. Ja. Dus dat, gaat, uh, gaat, dat gaat eigenlijk wel lekker. Hey, en, en Ron heeft een succes, maar we hebben, we hebben meer. Hè? Je hebt ook ja. gefilmd bij uh, René. Ja, we hebben ja, bij bij, de voetbal. Uh, ja, vo bij de René is hier, hier geweest en die, uh, die vond het eigenlijk wel leuk om een keer een, een training te volgen. Dus we ja. hebben een training uh, uh, gefilmd van hem met, uh, met wat drone vliegen en dat soort dingen. Gewoon even ja. een leuk filmpje van gemaakt. Hebben we uiteindelijk twee filmpjes gemaakt: eentje voor zijn uh, meiden-talententeam, waar hij het zoveel over had. Ja. En ook los de gewone voetbalschool. En ja, dat, hij heeft ook gewoon alleen al aan de, aan de podcast gemerkt dat hij uh, heel veel extra interesse had gehad. Ja, nieuwe en aanmeldingen en nieuwe, nieuwe aanmeldingen erbij. Ja. En nieuwe aanmeldingen erbij. En dit maakt het gewoon ook weer leuk voor hem. Als, uh, ja. En ook een leuk filmpje is het ja. geworden. Ja, ja. Erg leuk. Hé, hey, maar, uh, maar zo hebben we nog meer. Want Dennis Broban, die is ook geweest. Ja. Heb je ook wat dingen voor mogen ja, doen? Ja, die, die zijn we ook. Uh, hij heeft een aantal festivals gedaan. Waar we ook geweest zijn om even... Nou ja, vooral gefocust ook. Want kijk, het is leuk natuurlijk om een feestje te, uh, te zijn. En dat ook te filmen. Maar het ging ons voornamelijk om de apparatuur. Nou, dat levert ook mooie beelden ja, op. Van vlammenwerpers ja. en dat soort ja, dingen. Schitterend. Ja. Dat, dat maakt gewoon hele mooie dingen. Ook voor uh, Dennis is het... Uh, dat merken we bij veel ondernemers. Het is niet alleen het feit dat ze hier zijn. Dat ze er rechtstreeks klanten van krijgen. Maar wat het vaak ook is, is dat... Uh, ...oude bestaande klanten... ...die ze al een tijdje niet meer gehoord hebben... ...die zien in één keer zo'n interview voorbij komen... ...of een filmpje wat we ja. er dan bij gemaakt hebben... ...en dan ben je ineens weer in de picture... ...dan ben je weer, ja. oh ja, die, die was dat ...die ook doet nog, dit ook nog, ook oh ja, nog. dat kunnen we daar ook wel doen... ...ja, ja. dus... Uh, uh, ...ook voor hem was dat, was dat best wel leuk... ...om te zien ook wat voor reacties... ...dat er onderweg komen... Ja. En ja, de leukste daarvan was natuurlijk uh, Jeroen van 5050. /50. Die heeft ja. echt uh, een enorme hoeveelheid uh, views gehad ja. op, de, op de podcast. Omdat dat veel gedeeld werd. Ja. Ondernemers die er dan blij mee waren. Ja, maar het was mooi, want hij deed die korte broeken toen. Ja. Gewoon, ja, gewoon en gewoon even leuk. Ja, weet even je wel leuk doe je eens erbij. even. En, uh, even volgens, en het weer moet natuurlijk goed zijn. Dat was toen ook goed. Ja. En uh, inmiddels uh, heb je uh, ja, eigenlijk elke maand dat je daar een aantal filmpjes kunt maken, wat ze dan online ja. weer. Uh, ja, we, zetten, we ja. gaan daar uh, nu iedere maand een keer langs. En dan maken we een paar filmpjes. En die kan hij ja. dan uh, wekelijks kan die een filmpje ja. online zetten. Ja, leuk. Ja, dus dat, uh, dat, dat levert ook wel gewoon voor hem wel een leuke interactie met zijn ja. klanten op. Want het, het maakt het wat persoonlijker. Mensen weten al eerder een beetje. Nou, hebben al een ja, beetje een gebeurt, gevoel bij je winkel ja. of bij je bedrijf. Voordat ja. ze daadwerkelijk te zijn zegt. Ja, dat is wel leuk. Hé, hey, en uh, uh, meestal komen mensen hier. Hè, zo hebben uh, we uh, ja. de, de 12 stuks hebben we gewoon hier op zitten gehad. Ja. De koffie is lekker. En nou ja, goed, de sfeer is hier natuurlijk ook mooi. Maar we zijn ook een keer zijn we buiten geweest. En ja. niet zomaar buiten, maar we zijn helemaal in Enschede geweest. Ja. ja, bij de vuurwerkman. Ja, dat was, dat was natuurlijk een hele excursie voor ons. Ja. Maar dat was eigenlijk wel leuk om ook te zien. Want ja. Uh, ja, het vuurwerk wil je natuurlijk ook de bunkers zien. Ja. En hoe werkt dat met die, met die uh, 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 opstellingen en dat soort dingen? Ja. ja, dan moet je op locatie zijn. Dus daar hebben ja, we een ja, Je kunt de bunker niet meenemen nee, hier. En foto's, maar te daaraan toe leuk. Ja. Dus nou ja, we hebben dat daadwerkelijk gezien. Nou, dat was natuurlijk een hele leuke ervaring. Ja. En, nou ja, ook voor hun gaan we nu kijken dat we uh, misschien een aantal live uh, evenementen gaan streamen. Dus met uh, het vuurwerk daadwerkelijk filmen. Terwijl ja. dat, uh, uh, dat dan op, uh, op, en op YouTube, Facebook en dat ja, soort dat dingen. Is ja. Dat is wel leuk. Ja. Hey, uh, en uh, vorige week hebben wij zeg dat goed, ja, vorige week hebben we Sander Vos gehad. Ja, afgelopen weekend ben je ook bezig geweest met filmen. Zijn jullie eigenlijk bezig geweest? Hebben we daar een uh, best wel mooi filmwerk uh, mogen neerzetten? Ja. Uh, van Volgens mij best wel een succesvolle dag. Voor, ja, het was, uh, het was een hele leuke dag. Het weer ja. zat net even één of twee puntjes van tegen. Maar voor de rest was het eigenlijk gewoon een hele leuke dag. En ja. uh, uh, je zag ook dat de markt eigenlijk best wel druk was. En nou, uh, de combinatie van de markt en zo'n foodtruck dingetje is natuurlijk gewoon heel mooi. Uh, en lekker. Ja. En daar en komen ja. toch wel een bult mensen op af. Ja. En uh, ja, ik denk, ik denk dat het voor hem een groot succes was. Dat moeten we natuurlijk ja. nog een keer vragen. Maar uh, ik, denk, dat, dat, vatbaar, ik maar. denk het wel. Ja. Dat, uh, ja, zo zijn we eigenlijk met, uh, met de ondernemers wel heel leuk begaan met wat voor leuke dingen ze allemaal doen. En dat vind ik altijd mooi als ze dat vertellen. Ja. Dus uh, ja, we hebben natuurlijk graag ook andere ondernemers op bezoek. Ik heb ook aan de hand van mijn podcast een aantal uit mijn, uh, mijn persoonlijke klantenkring, zeg maar, hebben we mensen gehad die zeiden van, oh, leuk zo'n interview. Nou, uh, wij komen snel ook een keer langs. Ja. Nou ja, dan is ja, het, het wel leuk. leuk. Ja. Ja. Nou, en dan kom ik, uh, um, eh, u, uh, u kunt kijken, jij kan ook kijken op ondernemen van de week.nl. Daar staan de podcasts staan er ook op. En heb je nou iets dat je denkt. Hey, ik zit bij een organisatie, vereniging of je bent zelf ondernemer, uh, het is helemaal gratis, kost je helemaal niks, uh, je krijgt er koffie bij. Ja. Het enige wat je dan uh, mag doen, Dat is dat je je gaat aanmelden. gewoon op uh, de ondernemer van deweek.nl. Zien we jou volgende week. Ik nodig je van harte uit. Tot ziens. Dit was de podcast De Ondernemer van de Week. Voor meer info, de ondernemer van de week.nl